Zegt u uw rapport. Davy zelfs, juist vertrokken bij het Transferium Steiger in het Hartelkanaal richting Hartelhaven. Waterbedrijf Evides levert al meer dan 100 jaar drinkwater aan de binnenvaart in de Rotterdamse haven. Tot nu toe waren 3 drinkwaterboten voldoende, maar sinds kort vaart er ook een 4e rond. We zijn hier 6 januari begonnen en voor ons een heel nieuw vaargebied, best wel groot, van Tweede Maasvlakte tot aan de Rozenburgsluis. En er wordt goed gebruik van gemaakt. Die 4e waterboot is nodig door de toenemende vraag naar water na de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Hier, kijk, even een klein momentje. We hebben een klant. Maxima, zeg het maar. Elk binnenvaartschip dat havengeld betaalt, krijgt hij van 6 kub per keer. Heb je achter ons? Ja, kom maar gelijk even opzij. Dankjewel. Dit is Maxima, die ligt hier voor ons. Dit schip hier bij dat zeeschip opzij. Dat is een bunkertanker. En die doet een aanvraag voor drinkwater. We doen alles met dit water. Koken, douchen, koffie zetten. Hoe vaak hebben jullie de drinkwaterboot nodig? 1 keer in de week, maar hij kan maar vol zijn. Je moet een heel klein stukje dag gaan, anders heb je nog de voeten. Binnenvaartschippers kunnen de schipper bellen, mailen, via de marifoom naderen of een witte vlag uithangen. Ik ga nog heel even een signaaltje geven. Dus. En soms toetert hij zelf. Dat is wel lastig, je kan natuurlijk toeteren. Maar voor hetzelfde geld heeft die beste man heel de nacht gevaren en ligt hij te slapen. Maar ja, als je dat niet doet, dan is het over een uur een telefoon en dan kom je nog in Hartelhaven. Ja, dan is het ook lastig. Dus je moet een keuze maken. En dat is ja, in dit geval even toeteren. En dan maar hopen dat je hem niet stoort in zijn slaapje. En zo levert Evides jaarlijks 90 miljoen liter drinkwater aan de Rotterdamse binnenvaart.